Ja, wat een eer dat ik deze bijeenkomst van satanistische globalisten en klimaatdrammers mag openen. En wat slim van de organisatie dat ze iemand hebben uitgenodigd die zo mogelijk nog minder populair is dan jullie zelf. Ik ben dan wel geen lid van jullie partij, maar we hebben natuurlijk wel het een en ander gemeen, geloof ik. Als enthousiaste boodschappers van onwelkome boodschappen zitten we regelmatig in hetzelfde schuitje. Dat is niet altijd makkelijk en bij tijd en wijle frustrerend. Waarom willen ze maar niet inzien hoe goed wij het bedoelen? Waarom snappen ze nou niet dat het algemeen belang ook hun belang is? Waarom vinden ze ons nou zo stom? We weten dat we gelijk hebben. Maar we krijgen het maar niet. Omdat tegenstanders tamelijk succesvol het debat weten te saboteren. Polarisatieverwijten, hypocrisieverwijten en eliteverwijten, ze zijn allemaal bedoeld om het inhoudelijke debat om zeep te helpen en de tegenstander te disqualificeren. Wanneer de ander hypocriet of elitair is of polariseert, hoef je niet meer te luisteren. En dat komt goed uit, want dan was je toch al niet van plan. Als boodschapper van een impopulaire boodschap wordt van ons het onmenselijke gevraagd. We mogen niet meedoen met de maatschappij, want dat maakt immers onherroepelijk hypocriet. Ook moeten we volledig vrij zijn van menselijke emoties en uitsluitend op uiterst beschaafde en respectvolle wijze ons punt maken. Ook al worden we geconfronteerd met de meest walgelijke reacties. Want fatsoen schijnt heel belangrijk te zijn voor de onfatsoenlijke. Het is regelmatig niet de toon die aandacht afleidt van de inhoud, maar het gejammer over de toon die afleidt van de inhoud. Met zulke hoge eisen is natuurlijk niemand geloofwaardig en dat is ook precies de bedoeling. De boodschapper van de onwelgevallige boodschap moet zelf net zo onwelgevallig worden als zijn boodschap, zodat over de boodschap niet meer nagedacht hoeft te worden. Wie een ander idee heeft over de toekomst van ons land dan de kijker van Vandaag Insight, luistert niet naar de burger. Want luisteren betekent al lang niet meer gehoord worden, het betekent uitsluitend nog gehoorzamen. Sociale media hebben een onredelijke minderheid de illusie gegeven een redelijke meerderheid te zijn. En dat verdient stevig weerwoord. Een weerwoord dat jullie geven. Jullie hebben je nek uitgestoken en jezelf de afgelopen jaren als de partij van de ongemakkelijke waarheid en de pijnlijke boodschap gepresenteerd. Dat verdient alle lof in een politiek landschap waar de angst voor de Vandaag Insight-burger alles verzengend is. En bovendien nog steeds het idee bestaat dat alles maar weggepolderd kan worden. Het was en is nodig om de zaken in deze zompige polder eens goed op het spits te drijven. Maar worden we er nog wel gelukkig van? Want wij, masochistische martelaren van de ongemakkelijke waarheid, zijn ook maar mensen. En hoe effectief is het nou eigenlijk echt wat we doen? Zijn we onszelf niet af en toe aan het verliezen? Ik ben op dit moment bezig met een nieuwe VPRO-serie over de gevaren van sociale media voor onze democratische rechtsstaat. En de impact van sociale media op het vak en de veiligheid van onze politici. Net als bij mijn vorige programma over kansenongelijkheid is het voor mijn geloofwaardigheid belangrijk om daarbij ook mijn eigen rol in die dynamiek te bespreken en te evalueren. Want ik maak mezelf altijd wel wijs dat het nu eenmaal mijn bijna goddelijke taak is om de extreemrechtse hordes tot de orde te roepen. Maar is dat ook echt zo? Als ik het niet doe, is er dan inderdaad niemand anders die dat zou doen? En als die vacature onvervuld blijft, is dat dan eigenlijk erg? Wat is nou het netto resultaat van al dat gedoe op Twitter? Wij, redelijk en verstandig als we zijn, moeten onszelf constant bevragen. Is dit nog efficiënt? En hebben we er ook nog plezier in? Want hoezeer je ook kan voelen dat het nodig en belangrijk is om het op te nemen tegen kwaadaardige tegenstanders en je in te zetten voor het algemeen belang, je moet er wel voor waken dat je jezelf niet gaat overschatten. Dat populariteit verslavend werkt, weten we allemaal. Maar impopulariteit kan ook een merkwaardig soort verslaving geven, alsof enorme weerstand altijd en automatisch bewijst dat je op het goede spoor zit. Dat is natuurlijk niet zo. Wie doodsbedreigingen en andere haat als een badge of honor ziet, wordt feitelijk Geert Wilders. Dan verlies je de menselijkheid die een politicus nodig heeft om dingen voor elkaar te krijgen.
Hoe verstandig we onszelf ook mogen vinden, sociale media beïnvloedt ook ons beeld van de ander. En zelden positief. Ik ben er zelf eigenlijk wel klaar mee, met het spelen van de angry young man. Boos was ik al zelden en jong ben ik eigenlijk ook niet meer. Hoe dik mijn huid ook, al die agressie en negativiteit gaan er toch onder zitten. En minstens zo belangrijk, je vergeet hoe aardig en welwillend de meeste Nederlanders eigenlijk zijn. Dus wat dan wel? Sociaal-liberalen hebben aan hun rechterkant de ondraaglijke lichtheid van het bitterballiberalisme en erger. En aan de linkerkant het immer voortdurende WK-slachtofferschap. Je zou toch zeggen... Ja. Ah, dat was punten scoren. Je zou toch zeggen dat daartussen flink wat ruimte ligt. Maar dan moeten jullie wel beseffen dat inleveren geen ideologie is. En de zondevloed toch meer bij de SGP past. Daarnaast vereist het verkondigen van ongemakkelijke waarheden ook een zekere consistentie en de juiste prioriteiten. Van alle te dichte kloven lijkt mij de pink tax nu niet de meest pregnante. Zijn nog meer hoger opgeleiden volgens mij niet per se nodig. En wie gewone burgers stevig aanspreekt, moet bedrijven en vermogenden minstens zo stevig aanspreken. En dat doen jullie niet altijd voldoende, vind ik. De luchtigheid... Heel goed. Ik weet niet waarom er nu mensen in beeld gebracht worden. Is dat degene die erover ging? Ja? Oké. De luchtigheid van Rutte vinden we allemaal buitengewoon ergerlijk. Maar dat is wel wat een Nederlander is. Luchtig en optimistisch. We zijn van nature niet zwaar op de hand. Dat is mij in Scandinavië nog maar eens duidelijk geworden. En daar is ook weinig reden toe. Er zijn heus kloven in Nederland... En sommige groeien, maar onderaan de streep is Nederland een ongelooflijk bevoorrecht en egalitair land. Dat maakt dat we de verantwoordelijkheid hebben om optimistisch te zijn. En daarbij mogen we de ambities soms best groter dan het realisme maken. Ik wil het geen bluffen noemen, maar een ambitieuze en ondernemende overheid moet net als een echte ondernemer zijn plannen wel een beetje lekker kunnen verkopen. Want er is volop bewijs dat het vliegwiel-effect nog steeds bestaat. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, die elke keer de meest optimistische voorspelling overtreft. Voor een liberaal is zijn ratio een grote kracht, maar ook een grote zwakte. Want niet alles is rationeel, ook niet bij ons. Waarom vind je het zo raar dat veel mensen tegen hun eigen economische belang stemmen, vroeg iemand mij laatst in reactie op mijn standpunt over de erfbelasting. Jij pleit toch ook voortdurend tegen jouw eigen economische belang? Ja, daar had hij met tuk, want het is waar. Ik verbaas me enorm over have-nots die tegen een erfbelasting zijn die zij nooit hoeven te betalen. Terwijl ik zelf klaag over ongelijke kansen die mij nooit hebben getroffen. Wat is dan het verschil? En daar komen we op het punt van ideologie, mensbeeld en grote verhalen. De waarheid is dat hoezeer je ook kan denken dat je een economisch rationele denker bent... Op een goed moment loop je tegen de grenzen van die logica. En moet je constateren dat er meer nodig is, vooral als je mensen wil overtuigen. Met het verdwijnen van ideologie en religie in de afgelopen decennia bleef alleen de religie van de rijken, de religie van de self-made man over. Weinig meer dan een droom, een illusie, maar wel een hele aantrekkelijke en goed verfilmbare. En helaas ook een hele asociale en platte. Maar door alleen maar te wijzen op de irrationaliteit van die self-made religie, red je het niet. Zo heb ik de afgelopen jaren ondervonden. Er moet meer zijn dan alleen de logica van economische belangen. Ook in de 21ste eeuw bereik je de massa met een echt menselijk verhaal over kansengelijkheid en solidariteit bijvoorbeeld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het liberalisme daarin van oudsher wat tekort schiet. Dus het is maar goed dat jullie ook sociaal zijn. Natuurlijk moeten we gezeur over polarisatie en die passief-agressieve roep om verbinding vrolijk naast ons neerleggen. Natuurlijk hoeven we niet neutraal te zijn in een strijd tussen goed en kwaad. Soms moet je de knuppel in het hoenderhok gooien en is het belangrijk om te roeren waar het stinkt.
Sommige verschillen zijn wezenlijk. Als een goede vriend een racistische eikel blijkt te zijn, kun je je afvragen of je nog wel vrienden wil blijven. Een goede verstandhouding is niet altijd het hoogste goed. Maar er moet meer zijn. Er moet een verhaal komen en dat verhaal moet ook echt goed verkocht. Niet met marketing, niet met sneakers, maar met ideologie en een coherent mensbeeld. En ambities die liever te groot zijn dan te klein, noem het progressief optimisme. De burger moet verleid worden en volgens mij kan dat best. Want als die Nederlander dan toch zo'n luchtig en opportunistisch wezen is, dan is hij ook heus van het goede te overtuigen. In een tijd van misinformatie en sabotage van het debat is het de bijna onmenselijke opdracht geduldig en gefocust te blijven. En niet al te geïrriteerd te raken, ook al is er weinig irritanter dan gelijk hebben maar het niet krijgen. Ik kom hier niet vertellen hoe die volgende fase van jullie partij en dat nieuwe verhaal eruit zou moeten zien. Ik ben zelf immers ook nog zoekende en wat weet ik nou helemaal. Maar ik weet één ding wel zeker. Het martelaarschap van de ongemakkelijke waarheid is een doodlopende weg. Je wint er te weinig mee en belangrijker nog, je kan jezelf ermee verliezen. Dankjewel.